Ik kreeg van de week kreeg ik een prachtig mooi filmpje met als hoofdfiguur onze kleinzoon Aaron van 2 jaar en 2 maanden. Zullen we daar eerst even naar kijken? Wat ga je doen, Aaron? Breken. Breken? Ja. Waar ga je over breken dan? Jezus, je moet eten. Oké. En als de break klaar is, wat zeg je dan? Amen. Dit filmpje deed me heel veel, los van het feit dat het mijn kleinzoon is, maar met name vanwege de inhoud. Wat ben je aan het doen? Preken. Waar preek je over? Jezus. En hoe eindig je een preek? Amen. Wat mij betreft moet dat de inhoud zijn van het evangelie en dus ook van een preek. Jezus. We zijn onderweg naar het kerstfeest. En laten we eens heel eerlijk zijn. Gaan we naar het kerstfeest of naar ons kerstfeest? Wij mensen hebben moeite met het kerstfeest. Omdat het kerstfeest moest worden vanwege onze zonde. En daar willen wij mensen niet meer over praten. Dus maken we er een heel ander kerstfeest van. Ik laat u even mijn kerststal zien. Ik zal het illustreren. In deze kerststal heb je Jozef en Maria, het kind Jezus, de os en de ezel en wat schapen. Maar als je het evangelie leest, dan kom je nergens een os en een ezel tegen. Dus die doe ik weg. Of de schapen er zijn, ja, ik zou niet weten. Misschien op het veld, maar ik vraag me af of ze daar zo romantisch bij hebben gestaan. Dus laten we die schapen ook eens wegdoen. Dus feitelijk, wat blijft er alleen over? Oké, Maria en Jozef, maar uiteindelijk blijft alleen Jezus over. Misschien is het lastig voor ons om kerstfeest te vieren dit jaar. Want kerstfeest moet met name gezellig zijn. We moeten elkaar kunnen ontmoeten. En juist in deze tijd waarin het veel lastiger is dan bijvoorbeeld vorig jaar, geeft het misschien ook wel weer een kans om er eens over na te denken. Waarom moest het kerstfeest worden? Waar gaat het met kerstfeest om? Ja, het moest kerstfeest worden vanwege onze zonde. Wie is voor onze zonde naar de wereld gekomen? Jezus. Jezus blijft over. Als enige. En dat is ook genoeg. Meer hebben we niet nodig. Maar met minder kunnen we zeker niet toe. Daarom nog een keer die preek van Aaron. Aaron, wat ben je aan het doen? Preken. Waar preek je over? Jezus. En hoe eindig je een preek? Amen. Ik hoop dat het komende kerstfeest ons brengt op de knieën bij het kind in de kribbe, Jezus Christus, die uit liefde voor jou en voor mij naar de wereld gekomen is. En zullen we dan maar net zoals Aaron, amen zeggen.